De Danese Tempest 2 D-Dry is het ideale motorpak voor de all-season rijder met genoeg ventilatieopties. Ik ben Oscar van Motorkleding Center en dit is de review van de Danese Tempest 2 D-Dry beschikbaar bij Motorkleding Center. De Tempest 2 D-Dry jas en broek zijn beide gemaakt van een slijtvast Cordura textiel. De jas is voorzien van een waterdicht membraan en een thermovoering, waardoor die ideaal geschikt is voor het all-season gebruik. Zoals je kan zien is de stijl meer richting het touring, maar zou eventueel ook niet misstaan op een sporttouring of een wat meer adventure stijl bike. Als we gaan kijken naar de protectie van de jas, dan zien we dat zowel de schouders als de ellebogen zijn uitgevoerd met een CE level 1 goedgekeurde protectie. En daarbovenop zien we nog dat Danese het D-Stone materiaal heeft aangebracht, wat zorgt voor een extra slijtvaste laag. Als we vervolgens verder doorgaan naar onder, is de broek voorzien van een voorbereiding op heupprotectoren. En op de knieën zijn ook weer de CE level 1 goedgekeurde knieprotectoren gebruikt. Dus dan doordraaien naar de achterkant, dan is de jas voorzien van een pocket waar eventueel een CE level 2 goedgekeurde rugprotector in kan gestoken worden. Vervolgens door naar het comfort van de jas en de broek zien we dat de jas aan de kraag is gevoerd met een zacht materiaal wat ervoor zorgt dat hij daar niet vervelend aan zit. Aan weerszijden zien we dat er twee lijnen zijn aangebracht die reflecterend zijn waardoor je ook later op de nacht nog goed zichtbaar bent. Ook zien we aan de onderkant nog een grote steekzak. Op het moment dat de thermovoering eruit gehaald wordt kan die daar eventueel ingestoken worden zodat je hem nog wel altijd ook bij de hand hebt. Zowel de jas als de broek zijn uitgevoerd met een lange aansluitrits, waardoor je ze aan elkaar vast kan maken, zodat je eigenlijk een eendelige combinatie krijgt. Dit zorgt voor extra veiligheid, maar dit zorgt er ook weer voor dat de jas en de broek net wat dichter afgesloten worden, zodat het met koud en nat weer de wind en het water niet binnen kan dringen. Verder naar de onderkant van de broek zien we dat er twee grote klittenwandstroken zijn geplaatst. Dit zorgt ervoor dat op het moment dat de broek over laarzen gedragen wordt, hij makkelijk opengemaakt kan worden, maar vervolgens ook weer strakker om de laarzen, zodat hij daar niet kan gaan wapperen. Als we dan terugdraaien naar de zijkant van de jas, dan zien we dat er een grote ventilatierits aan de zijkant is aangebracht. Op het moment dat de ventilatieritsen aan de voorkant openstaan, zorgt deze rits er ook weer voor dat de lucht makkelijk door de jas kan trekken, waardoor die niet bol gaat staan. Ook zien we daarboven een grote stelband. Dus op het moment dat de thermovoering eruit gaat, kan je hem daar wat strakker zetten, zodat hij altijd netjes aan blijft sluiten. De onderkant van de jas is ook nog uitgevoerd met een elastisch trekkoordje, waardoor die ook daar weer netjes aangesloten kan worden. Aan de onderkant bij de laars zien we nog een grote rits, waardoor de broek ruim opengezet kan worden, waardoor die dus ook makkelijk over de laarzen heen gedragen kan worden. Als we dan weer teruggaan naar de voorkant van de jas, zijn er twee grote reflecterende lijnen aangebracht die voor wat extra visibiliteit zorgen. Ook zien we aan weerszijden twee ventilatieritsen die opengezet kunnen worden op het moment dat het wat warmer is. Ook zien we aan de onderkant van de jas aan weerszijden twee grote steekzakken. Hou er even rekening mee dat deze niet waterdicht zijn, dus dat je je waardevolle spullen ergens anders opbergt. Rondom de biceps zien we nog twee drukknoopjes waarmee de jas eventueel iets strakker gezet kan worden. Dit is ook handig voor als de thermovoering eruit gaat, dat je de jas op die punten net wat strakker kan stellen. Aan de onderkant van de mouw zien we dat die is afgesloten met een klittenbandsluiting. Op het moment dat die open gaat, wordt de jas net wat wijder, waardoor handschoenen eventueel ook onder de jas gedragen kunnen worden. De broek is ook voorzien van twee steekzakken die afgesloten zijn met een rits. Wederom zijn deze zakken niet waterdicht, dus hou hier niet je waardevolle spulletjes in. Ook zien we weer, net als op de jas, aan weerszijden twee grote ventilatieritsen. Zowel de jas als de broek zijn volledig voorzien van voldoende ventilatie. Als we dan verder gaan kijken naar de knieën, zien we twee grote accordeon stretchpanelen. Die zorgen ervoor dat als jij op de motor zit, de broek niet kan gaan trekken en net wat meer stretch heeft. Ook zien we onder die accordeon stretchpanelen een ritsje zitten. Op het moment dat die open gaat, is er eventueel de mogelijkheid om de knieprotector eruit te halen. Dus op het moment dat je bij de bestemming aankomt, kunnen die eruit en kan er net wat makkelijker gelopen worden met de broek. Als we dan vervolgens naar de binnenkant van de broek gaan kijken, zien we hier ook weer D-Stone materiaal. Het zorgt voor wat extra slijtvastheid aan de binnenkant en dus ook weer wat extra bescherming. De kraag is afgesloten met een klittenbandje en op het moment dat die open gaat zien we hier een drukknoopje waardoor die makkelijk opengezet kan worden. Dit is met warmer weer fijn omdat de wind dan bij de kraag ook wat meer naar binnen kan trekken. Vervolgens zien we naar de onderzijde nog meer drukknopen en vervolgens een rits die afgesloten is met een watergoot waardoor met slechter weer het water niet achter de rits kan gaan trekken. Aan de binnenzijde is dan het eerste wat we tegenkomen de thermovoering. Deze is uit te ritsen, dus op het moment dat het wat warmer is, kan die er gewoon uit.
Deze thermovoering kan aan weerszijden losgeritst worden en het idee van de thermoliner is dat het een destination layer is. De thermolaag is aan de buitenkant ook nog voorzien van twee zakjes om het casual uiterlijk te behouden. En aan de binnenkant zien we ook nog twee grote steekzakken. Deze zitten achter het waterdichte membraan. Hier kan je dus veilig je waardevolle spullen in opbergen. De broek wordt afgesloten door middel van een schuifknop. Dit zorgt ervoor dat als er wat spanning op komt te staan, de broek niet zomaar open kan schieten. Ook zien we aan weerszijden van de broek nog twee stelbanden zitten. Dus op het moment dat die wat losser komt, kan die daarmee wat vaster gezet worden. Daarboven zien we ook direct de lange aansluitrits weer terugkomen, waardoor de jas en de broek aan elkaar vastgeritst kunnen worden. Zowel de broek als de jas zijn dus voorzien van een thermovoering. Nick is 1,88 meter en weegt zo'n 85 kilo en draagt van de Tempest 2 D-Dry een maatje 52. Zoals we kunnen zien sluiten zowel de jas als de broek gewoon netjes aan, dus dit is ook zeker de juiste maat voor hem. Wil je op de hoogte blijven van alles wat we doen bij Motor Kleding Center? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond je deze video nuttig? Geef ons dan een duimpje omhoog. En wil jij nou weten wat jouw ideale maat, jas, broek of pak is? Blijf dan nog eventjes hangen. Ik ben Oscar van Motor Kleding Center en bedankt voor het kijken.